Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat er grote plannen zijn voor de luchtvaart en maritieme sector in Suriname. Hij sprak journalisten gisteren voor aanvang van de wekelijkse raad van ministers. De bewindsman zegt dat er veel kansen moeten worden benut in 2022. We hebben dit jaar zonder tamtam hebben we zeker een goede basis gelegd voor 2022 met betrekking tot Suriname verder ontsluiten. Zo u wilt Suriname verder op de wereldkaart zetten. Op het gebied van maritiem, u merkt het, er zijn plannen. We hebben samenwerking, zijn we aangegaan in september met de Port of Antwerpen. Dat we van daaruit de samenwerking met Port of Antwerpen, dat een strategische samenwerking is. We hebben ondersteuning nodig op het gebied van know-how. En die hebben we dus binnengehaald als partner, de Port of Antwerpen. Wat zeker een heel goede perspectieven biedt. Met name in deze fase zijn ze nu bezig met een gap-analyse om te kijken waar staat havenbeheer nu. En daarna volgt een potentiële analyse om te kijken hoe ziet de markt van Suriname eruit. Jubitana zegt verder dat de analyse die wordt gemaakt begin volgend jaar af moet zijn. De bewindsman zegt dat er enorm veel behoefte is aan kennis om de organisatie NV Havenbeheer te ontwikkelen. De organisatie Port of Antwerpen biedt veel perspectieven aangezien het genootschap veel werk heeft verzet op internationaal niveau. Op het gebied van luchtvaart zijn er veel toekomstperspectieven. Verder hebben we dus op het gebied van luchtvaart, we praten al lang over Suriname ontsluiten, de strategische ligging gaan benutten. Recent was er een delegatie in Colombia, Bogota, om deel te nemen aan onderhandeling. Dat is een event georganiseerd door de internationale Civil Aviation Organization, waarbij dus landen bij elkaar komen om te gaan praten over luchtvaartovereenkomsten die ze met elkaar willen aangaan. Suriname was ook aanwezig. Ik was ook aanwezig. We hebben daar de basis gelegd met zeker landen in Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Amerika en Europa. En met name Europa hebben we contact gelegd met Spanje, met Groot-Brittannië, om ook die verbinding te gaan maken. Met Afrika hebben we met Ghana en met Rwanda, Kenia ook initiële gesprekken gevoerd. Jubitana zegt dat het de bedoeling is dat er verder wordt onderhandeld over trajecten om gunstige verbindingen te maken. Er moeten meer mogelijkheden worden gecreëerd voor de luchtvaart, omdat Suriname niet stil kan blijven staan. De minister zegt dat er ook invulling zal worden gegeven aan het bevorderen van de toerisme- en communicatiesector.